With great power comes great responsibility. Dat is een waardevolle les die Peter Parker al lang geleerd heeft. Help, please! Someone! I'm going to die! Maar nu is het tijd voor Miles Morales om die les te leren. Peter Parker is namelijk op vakantie en het is aan Miles om New York te beschermen terwijl hij weg is. Maar kan Miles deze verantwoordelijkheid eigenlijk wel aan? Eigenlijk is Marvel's Spider-Man Miles Morales gewoon een op zichzelf staande uitbreiding van Marvel's Spider-Man, maar dan wel een flink grote uitbreiding. Het heeft ongeveer dezelfde structuur als de fantastische Spider-Game in 2019, alleen is hij een stuk korter. De volgorde waarop zijn missies en collectibles op je map verschijnen, zal je daarom heel bekend voorkomen als je Marvel's Spider-Man al hebt gespeeld. En natuurlijk is New York ook nog steeds dezelfde spectaculaire stad. Maar Miles is Peter niet. En dat merk je al aan de manier waarop hij door de stad webslingert. Miles heeft namelijk net weer een andere manier van bewegen en trucjes doen. De besturing is daarbij nog steeds precies hetzelfde. Maar je merkt wel duidelijk dat je een andere Spider-Man onder de knoppen hebt. Bovendien kan Miles zijn Venom Powers gebruiken om een stuk de lucht in te schieten. En dat is iets wat Peter Parker niet kan. En die Venom Powers, dat is ook wat Miles een hele andere vechter maakt in de combat van Marvel Spider-Man Miles Morales. Je weet het vast nog wel als je Marvel Spider-Man hebt gespeeld. Het vechten in die game is echt ontzettend leuk en spectaculair. Spider-Man's lenigheid en snelheid zijn ongelooflijk goed omgezet naar de gameplay. Je hebt echt het gevoel een Amazing Spider-Man te zijn en je wordt ook nog eens echt uitgedaagd. Want de tegenstand kan best pittig zijn op de hogere moeilijkheidsgraden. En dat is ook het geval in Miles Morales. Het verschil is dat Miles' combat wat minder gericht is op gadgets en meer op zijn Venom Powers. Miles kan namelijk bio-elektriciteit gebruiken om mee te vechten en een van zijn eerste moves die je ontgrendelt is de Venom Punch. Miles verzamelt daarvoor elektriciteit in zijn vuist om een enorme dreun uit te delen. De elektriciteit springt ook nog eens over van vijand naar vijand en dat ziet er niet alleen prachtig uit, het voelt ook nog eens superkrachtig. En dat is niet de enige Venom Power die Miles kan gebruiken, want gaandeweg de game krijg je steeds meer bij, zoals de Venom Dash en een Venom Jump. Natuurlijk heb je ook weer de optie om ongezien je vijanden te verslaan. En Miles heeft een groot voordeel als hij stealthy te werk gaat, hij kan namelijk onzichtbaar worden. Daarvoor is een aparte camouflagemeter in het leven geroepen, die zich langzamerhand vult. Bij een volle meter kan je met één druk op de knop onzichtbaar worden. Zelfs midden in een gevecht als je tussen allemaal vijanden staat. Dat is erg handig, want als een gevechtje te veel wordt, kun je gewoon besluiten om er tussenuit te knijpen. Het klinkt door deze extra powers misschien alsof Miles veel krachtiger is dan Peter Parker. Maar de game is nog steeds uitdagend genoeg. Miles hoeft het misschien niet op te nemen tegen de hele Sinister Six, maar hey, die jongen heeft natuurlijk veel minder ervaring dan zijn mentor Peter. Wel staat hij tegenover een schurk genaamd The Tinkerer en Simon Krieger, die wordt ingesproken door Troy Baker. Zonder te veel te verklappen zijn dit weer enorm interessante slechterikken en staat de speler genoeg verrassingen te wachten. En net zoals in Marvel Spider-Man zit het ook weer helemaal goed met de performance capture, de dialogen en de sterke manier waarop de game geschreven is. Wouter, onze reviewer, zegt hierover het volgende. Er zitten heel veel mooie karaktermomenten in, van intieme kerstdiners tot en met kleurrijke parades waar je met prachtige mensen praat. Maar je zult ook verbluft worden door sensationele actie die op adembenemende manier in beeld wordt gebracht. Ja, ze weten echt wel wat ze doen daar bij Insomniac en ze zijn hard de kant van Naughty Dog op aan het gaan. In de PlayStation 5 versie, die is echt belachelijk mooi. Je kunt op de Next Gen console kiezen tussen de 60 FPS modus en de Ray Tracing modus. Bij de een loopt de game ontzettend soepel en bij de ander zijn de lichteffecten echt ongekend. Maar als zijn Venom Powers kunnen je bijna verblinden. Ja, de game loopt op de PlayStation 5 over het algemeen werkelijk prachtig. Vooral als Miles zonder Spidey-pak rustig door de stad loopt of een gebouw binnengaat. Je kijkt dan je ogen uit naar alle prachtige details. Maar het allermooiste van de PlayStation 5-versie is dat de laadtijden,
compleet verdwenen zijn. Zelfs als je helemaal van het meest zuidelijke puntje van Manhattan naar het meest noordelijke puntje fast travelt, er is gewoon helemaal geen laadscherm. Ja, het is duidelijk dat Spidey met Miles Morales helemaal next gen is gegaan. Spider-Man is dus weer super spectaculair. Op de PlayStation 5, maar ook op de PlayStation 4. En Wouter geeft Miles Morales dan ook een 90. Een Gold Award. Vond je dit een leuke video? Geef ons dan even een duimpje omhoog. En wil je helemaal niks missen? Abonneer je dan op ons kanaal.